Ouders konden vandaag in de rij bij de buitenschoolse kinderopvang in onze regio. Sommige plaatsen een verdubbeling van het aantal kinderen. Dat allemaal vanwege de landelijke staking van de leraren van het basisonderwijs. Twee keer zoveel kinderen dus. Een reden voor de kinderopvang hier in Berkel en Roderijs om een sportdag te organiseren. Ik vind het op zich een goede oplossing zo met de BSO. Ik ben blij dat ze zelf niet weer een dag vrij hoeven te nemen. En ja, ik vind het ideaal. En voor een tientje, nou weet je alles. Ja. Zijn ze de hele dag vermaakt en ze hebben het super naar hun zin. Dus, Ja, leuk. Omdat je ook gewoon kan sporten. En ik vind het gewoon leuk in plaats van al dat rekenen en al dat werk doen. Jammer, maar ook leuk. En waarom leuk? Ja, sporten is ook leuk gewoon. Maar ja, wat doe je als ouder als de kinderopvang dan vol zit? Ik probeer tempo erin te houden. Een boksles krijgen op het werk van je ouders. Bij een groot aantal bedrijven in onze regio, zoals hier in het Sophia Kinderziekenhuis, is het ook mogelijk om je kinderen mee te nemen naar het werk. Heel erg leuk. Het wordt ook heel erg enthousiast ontvangen. En het feit dat ze natuurlijk niet naar school hoeven is natuurlijk al één ding. Maar dat ze dan ook nog mee mogen naar het werk, dat is, ja, is fantastisch.